vieren te streven. Met muziek en informatie. De mooiste gouden. En de hits. Voor de grote mensen. En de kids. In stereo. Stereo. Radio Spijkenisse. Artist of the Century, Elvis Presley. In een serie programma's zal aandacht worden besteed aan het korte leven van Elvis Presley. Zijn uitverkiezing eind 1999 tot Artist of the Century was voor velen dan ook geen verrassing. Belangrijk waren de algemene opinies in de pers. Om een scheppend genie te beoordelen zullen wij zijn volledige oeuvre en hemzelf in zijn tijdvak situeren, zien en horen wat hij daaruit overnam en wat hij eraan toevoegde. Enkel op die manier is het mogelijk de waarde van zijn culturele bijdrage in te schatten. In onze uitzendingen staat voor u de deur op een kier, zodat een eerlijke, onbescheiden blik mogelijk is op zijn leven en de gebeurtenissen die geleid hebben tot het ontstaan van de grootste mythe van de vorige eeuw. I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say, boy, oh, I see you sitting out there all alone, crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off your knees. Only the strong survive. That's what she said. Only the strong survive. Only the strong survive. Oh, you gotta be strong. You better hold on. Don't go. All around with your head hung down. Well, I wouldn't let that little girl know. I wouldn't let her know. She made me feel like a clown. There's a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is through. And she said, only the strong survive. Only the strong survive. Oh, you gotta be a man. You gotta take a stand. Vandaag aflevering 18, Memphis Sessions. In januari 1969 stapte Elvis voor het eerst 's nachts een platenstudio in Memphis binnen, recht tegenover een vervallen, doodzieke en niet meer te redden zwarte woongemeenschap. Elvis was terug in de ghetto, een levende smeltkroes sinds hij 14 jaar eerder was weggegaan bij Sun. Voor velen betekende dit, Elvis was thuisgekomen. En ook vandaag, Elvis' comeback in Las Vegas in 1969. Hij zag er beter uit dan toen hij jong was. Zijn stem was voller en krachtiger en zijn toneelbeheersing was groter. Bovendien was het tijdstip waarop hij terugkeerde uiterst gunstig.
Het was een periode voor de noodlottige winter die de korte lente en zomer van de hippies voorgoed liet ondersneeuwen. En dat hij als werelds grootste trendsetter besloot radicaal terug te keren. Hier maakte Elvis van de Kanchong After Loving You een geweldig bluesnummer, opgenomen op 18 februari 1969. Chips Moman en zijn American Recording Studio, gelegen op 827 Danny Thomas Boulevard op de hoek van Chelsea Avenue, rechts in de North Main Section in Memphis, hadden geen klagen, ofschoon dat dat zo aan de buitenkant niet te zien was. De rommelige, in oranje en zwart uitgevoerde studio, een vroegere melkhandel, verkeerde in een bijzonder slechte staat van onderhoud. De kantoren bevonden zich in het aangrenzende pand boven een restaurant, met de enige ingang bovenaan de gammele brandtrap. En het geheel was gelegen in een van de armste en somberste wijken van de stad. De boulevard die langs de studio liep, mocht dan al naar Danny Thomas zijn genoemd, en een heleboel topsterren zoals de Marquise, Wilson Pickett en Donnie Warwick mochten daar al een plaat hebben gemaakt. Maar de glamour van Hollywood was ver te zoeken. De man die daar aanwezig was toen Elvis op 13 januari 1969 de studio binnenstapte, was Chips, een van de eigenaars. Chips zegt dat er niet zoveel hits waren gemaakt doordat de rommelige studio een special sound had, zoals velen beweren, maar omdat de houseband zo goed was. Elvis voelde zich aangetrokken door deze backing group, zegt hij, en de ervaring die iedere man in de band had. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe?
hello. Would I still see suspicion in your eyes? U hoorde Elvis Presley met Suspicious Minds, opgenomen op 22 januari 1969 in de American Sound Studios in Memphis. Suspicious Minds was een nummer 1 hit in de herfst van 1969 op de Billboard Top 100. De muzici van de houseband van de American Studio waren muzici uit Memphis. Sommigen van hen kenden Elvis al jaren, zelfs al had hij niet met ze samengewerkt. Reggie Young en Bobby Emmons, een gitarist en organist, waren in de combo van Wilder Bill Black geweest. Bobby Wood was een pianist die een paar hits op zijn naam had staan. Mike Leach was een bassist die verschillende jaren in plaatselijke clubs had gewerkt. En de man die Chips hielp met de productie was even de topgitarist en een bassist in het land, Tommy Cockbill. Voor de sessies met Elvis voegde Chips momenteel wat koper bij. Een blazerssectie bestaande uit Wayne Jackson, Dick Staff, Ed Logan, Arv, Bob Taylor en Andrew Love van de Memphis Horns. Plus nog wat strijkinstrumenten uit het Memphis Symphony Orchestra, evenals verscheidene achtergrondzangers, onder wie Ronnie Millsap, een blanke blueszanger die Chips produceerde voor Scepter Records. De namen waren buiten Memphis niet zo bekend, maar de sound wel. That big eight-wheeler rolling down the track, and your true loving daddy, he ain't coming back. He's a rolling on. You were flying too high from one of those skies, on moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say keep moving.
keep rolling on. You were flying too high, I'm one of those guys, so I'm moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. To keep rolling on, I keep moving on. Now please listen to me, let this rattle free and keep moving on. Move on, son. Told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. I'm through with you, too bad you blew, 'cause I'm moving on. Move on, baby, move on. I'm Moving On door Elvis Presley, opgenomen op 14 januari 1969 in Memphis. Elvis huurde de American Sound Studio voor 10 dagen af en had 4 dagen daarvan keelontsteking. Toch wist hij met de sessies die s'avonds om 8 uur begonnen en tot aan het aanbreken van de ochtend duurde 36 songs op te nemen. Genoeg materiaal om 2 albums te vullen. From Elvis in Memphis, uitgebracht in mei 1969, en From Memphis to Vegas, uitgebracht in oktober 1969. Het was Elvis' meest productieve opnamesessie die hij ooit had gehouden. Er waren onopgesmukte country songs zoals Long Black Limousine, die het verhaal vertelde van een lijkwagen die je vriendinnetje naar huis bracht, en Eddie Arnold's compositie I'll Hold You in My Heart, zijn krachtige, volwassen uitvoeringen. Er waren blues songs zoals Power of My Love en After Loving You. En er waren ballads zoals van Neil Diamond's and The Grass Won't Pay No Mind en een compositie van Burt Bacharach's Any Day Now, die Elvis met een volledige beheerste maar onverhulde passie zingt. Een onverhulde devotie eigenlijk, evenals John Hartford's moderne country classic Gentle On My Mind. I said I hope, I said I hope, I said I hope. Till I can hold you in my heart like you never in hell before. Well, I love think of you each day, and then I'll do.
Oh, oh, darling, please wait for me. I'll break it, burn it, drag it all around, twist it. Can never win. No, baby, you can't lick it. I'll make you give in. Every minute, every hour, you'll be shaken by the strength and mighty power. My love. Baby, I want you. You'll never get away. My love will haunt you. Elvis zelf achter de piano met Ed Arnold's compositie I'll Hold You In My Heart, opgenomen op 23 januari 1969. En met dit geweldige nummer haalde Ed Arnold zelf in 1947 zijn eerste gouden plaat binnen. Dat was RCA nummer 20-2332. En daarna hoorde u het krachtige door Bill Giant, Benny Baum en Florence Key geschreven Power of My Love. Opgenomen op 18 februari 1969, beide opgenomen in de American Studio Sound Studios in Memphis. Het leek of Elvis maar weinig persoonlijke ingrepen hoefde te verrichten in de studio. De muzici zijn immers zo vertrouwd met zijn muzikale opvattingen dat ze hem de gekregen aanwijzingen met één beweging weer teruggeven. Bij het geluid van de eerste gitaarakkoorden, piepende en wegspringende ratten, tussen de vele oude dakspanden van de studio, kwam een uitdrukking van emoties los die traditionele kenmerken van de blues bevatten en die niet diametraal tegenover elkaar stonden. Elvis bediende zich hier van de potentiële schoonheid van de blues. Soms, maar niet altijd, ten koste van emotionele intensiteit. Hij combineerde een intieme manier van zingen op een overtuigende wijze met beleven en gevoelens. Nooit zong Elvis Presley met meer bezieling. Hier in deze studio voel je zijn woorden zonder enige distantie om de tekst te identificeren. Grote gevoelens mag je slechts aanstippen, want ieder ogenblik kunnen ze breken. Like a stranger in my own hometown. I'm like a stranger in my own hometown. My so-called friends start being friendly. Oh, but
6 years ago. My hometown won't accept me. I just don't feel welcome here no more. Percy Mayfield's compositie Stranger in My Own Hometown, door Elvis opgenomen op 17 februari 1969 bij American Sound Studio in Memphis, Tennessee. Tijdens de Memphis-sessies waren er songs van Mac Davis, een Texaan die zegt dat hij geïnspireerd was om zijn eerste song te schrijven nadat hij Elvis in 1954 had zien optreden. Elvis had al 3 Mac Davis-songs op de plaat gezet, A Little Less Conversation, Memories en Charo, waarvan de laatste 2 in maart van dat jaar op de markt zouden komen. Chip zei dat u nog wel songs nodig had tot dus McDavid, en ik wist niet precies wat hij wilde, dus stuurde ik hem tape met 17 van mijn songs erop. De eerste song was In the Ghetto. En Ghetto, zegt Mac, was afgewezen door Bill Medley, die dacht dat hij al genoeg protestmateriaal had gedaan. Voor Elvis werd het een openbaring. Elvis Presley zingt hier als een scenario schrijver over een rouwverslag en de uitzichtloosheid van een zwarte jongen in het ghetto van de grote Amerikaanse stad. Realisme van een aangesprokene die op tilt slaat tot het fatale moment. De spreekwoordelijke jongen die in de stad ten onder ging, maar Elvis zong het met angst en haat tegelijk. Elvis ontleed hier zijn kracht aan duizelingwekkende virtuose hoogstandjes op de fraaie alternatieve vertolking van deze visieuze cirkel, en in die zin is zijn zang dan ook spectaculair te noemen. Heel mooi is zijn natuurgetrouwe weergave. Hij zwijmelt niet weg in nostalgische romantiek. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, zong hij, the world turns. As the snow flies
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. In the Ghetto, RCA 47-9741 door Elvis Presley, opgenomen op 20 januari 1969 in Memphis. Hier hoorde u een grootmeester in het lyrisch vertolken van een klassieke Memphis Country Blues. Als geen ander kan hij hier een aantal zangerige melodielijnen uiteenzetten, waarbij hij pure magie bedrijft met zijn rijk geschakeerde stembanden. En deze uitvoering is hier zo benijdenswaardig soepel en natuurlijk, dat de zuiver gebrachte geluidsgolven zich als het ware boven de materie verheffen om bevrijd door de kamer te zweven als een zwerm kleurrijke paradijsvogels, waaraan van alles te bewonderen is. Elvis koestert hier iedere frase zonder de betekenis van de partituur van zijn afkomst uit het oog te verliezen. Zijn interpretaties zijn glashelder, maar dankzij allerlei nuances in zijn vibrato krijgen zelfs de kleinste details hier een communicatieve waarde. De vraag hoe het zover heeft kunnen komen, wordt hier goed beantwoord. Elvis Presley op zijn best vertelt een spannend en sensueel verhaal, en daarbij wordt hij op fenomenale wijze geïnspireerd en gestimuleerd door gitaarvirtuoos Reggie Young, met kogelgekletter door drummer Gene Chrisman, luisterrijk en vergelijk. Definitief. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand, or he'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Een onuitgebrachte take 3 van de ghetto door Elvis. Toen ik voor de eerste keer Elvis in de ghetto hoorde zingen, zat ik mij met trompet muziek te bestuderen, zei Wayne Jackson van de Memphis Horns. We waren zo'n beetje aan het spelen en keken wat hij deed. Toen ik de eerste tonen hoorde, was ik werkelijk geraakt. Ik dacht, oh mijn god, dit is fantastisch. Dit is het. Elvis Presley had gecapituleerd en is echt in staat om dit te doen. Ik wist dat deze opname een grote nationale hit zou kunnen worden, omdat de tekst ging over heden ten dagen sociaal probleem. Het was een publiekelijk debat. Dit was serieus. Zijn stemakkoorden kwamen over als een soort hardop denken. Intrigerend en je blijft nieuwsgierig naar het vervolg. Aldus Wayne Jackson. En vandaag de dag leeft Wayne Jackson in Memphis en voorlopig plaat Wayne's loftrompet nog een tijdje door. In maart 1969 werd de film Charro uitgebracht en slechts enkele critici schenen te geloven dat Elvis' eerste non-musical veel verbeteringen bevatte. Die titelsong, met aan de achterkant Memories van de televisiespecial, wist het met moeite tot in de top 40 te brengen. In april werden nog 2 singles uitgebracht, waaronder In the Ghetto. En velen schenen verbijsterd te zijn toen Elvis de song uitbracht. Het was een logische extensie van If I Can Dream. De plaat bracht het tot een derde plaats in de Billboard Top 100 en binnen de kortste keren werden er 1,5 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten van verkocht. Op 5 juli 1969 ging Elvis vanuit Graceland naar Los Angeles om aan de repetities te beginnen voor wat zijn eerste optreden in ruim 8 jaar zou zijn. I play the song that was our own. Photographs by my side. I know I can't forget you, so I don't even try. The note you left is in my hand. I'll read again. Sorry, but you love him, and you both gone away. This is the story of a man whose world has fallen apart, and it's the story that is breaking my heart.
In alle Amerikaanse kranten kondigt Kirk Kerkorian in 1968 aan dat hij Amerika's populairste pretplaats Las Vegas de gouden jaren 70 binnen zou leiden, door er het grootste en meest overdadig uitgeruste hotel ter wereld neer te zetten. Elk onderdeel van het hotel was kolossaal. Een capaciteit van 1500 kamers, een hoogte van 30 verdiepingen. En het zwembad een reservoir voor 1,3 miljoen liter water. Het winkelcentrum met een schat aan boutiques. De slimme kolonel zag ogenblikkelijk welk enorm voordeel hij kon plukken door de publiciteit van Elvis Presley's terugkeer te lanceren als Elvis de grootste entertainer ter wereld. Een volle maand voor de opening begon Elvis te repeteren. Voor het eerst in zijn carrière stelde hij een band samen van uitstekende eerste klas studiomuzikanten uit Los Angeles. Las Vegas was een grote uitdaging en Elvis was vastbesloten die uitdaging met alle kracht die hij kon opbrengen te beantwoorden. 2 weken voor de opening op 31 juli 1969 bracht Elvis al zijn strijdkrachten in het Internationaal Hotel op volle oorlogsterkte. Hoewel Elvis nog maar kort geleden tegen Steve Binder en Bones Howard zit te vitten over de gevaren van het overproduceren van zijn songs met een groot studioorkest, raakte hij er nu hartstochtelijk van overtuigd dat het belangrijk was te werken met een zo groot mogelijke backing. In de aanvulling op zijn 5-mans-band bestaande James Burton en John Wilkinson op gitaar, Jerry Sheff op bas, Ronnie Tutt op drums en Larry Muhabarak op piano, huurde hij in het The Imperious Quartet, The Sweet Inspirations en Mildred Millie Kirkham, inclusief een orkest van 35 man met een dirigent. Met Charlie Hodge naast zich op zijn akoestische gitaar bracht Elvis Presley 50 muzikanten en zangers op het toneel. Carl Perkins' Blue Sweat Shoes, opgenomen illegaal van het Soundboard kanaal op 1 augustus 1969 in Las Vegas. Tegen de tijd dat Elvis in Las Vegas aankwam, had Barbara Streisand 2 weken in de showzaal van het International Hotel staan werken. En op dat moment stond ze op het hoogtepunt van haar carrière. Ze had net een Oscar gewonnen voor de film Funny Girl en haar talenten als zangeres, actrice, comedienne en kenner van de smaak van de publiek beloofden dat haar Las Vegas debuut een grootse gebeurtenis zou worden en alle records zou breken. Toen gebeurde het ondenkbare. Streisand, niet op de hoogte met Las Vegas en wat verwaand door haar succes, was niet echt op haar best voor een groot theaterspektakel, kwam een schaamteloos simpele show aanzetten.
Het was in essentie een herhaling van het programma dat ze de vorige zomer in Central Park in New York had gebracht. Elvis glipte op een avond het achterbalkon op om zijn rivalen aan het werk te zien. Hij wees zwijgend op alle lege stoelen om zich heen. Hij toonde geen tekenen van geamuseerd zijn. Het trok wrange gezichten toen Barbara met haar Joodse obsessie begon. Toen het allemaal voorbij was, ging hij naar de kleedkamer van Barbara om te vertellen hoezeer hij van het optreden met gemengde gevoelens had genoten. Elvis spande zich tot de laatste vezel in tijdens zijn laatste repetitiedagen. Op de openingsavond van 31 juli 1969 bood het hotel een gratis dinershow aan voor de pers en een speciaal publiek van genodigden. Elvis Presley's Mystery Train, gecombineerd met Tiger Man, opgenomen op 22 augustus 1969 in het International Hotel in Las Vegas. Het decor van de showzaal was versierd met driedimensionale opgedraaide slingers vol strikken. De maître d'hôtel en de obers droegen geplooide blauwe hemden onder hun fraaie smokings en plaatsten elke gast volgens een enorme astrologisch uitziend plafond. De rockpers uit New York was hierheen gevlogen met de privé DC-9 van Kirk Kerkorian en toen weer de reusachtige doek. Toen het weer opging, liet het Elvis omvangrijke begeleiding zien die er een snel showritme uitramde. En plotseling, zonder een woord van aankondiging, verschijnt een in het zwart geklede gedaante van links uit de coulissen. Er klonk een zucht van herkenning toen een aanzwellend gebulder van applaus het ogenblikkelijk een staande ovatie werd. Elvis, ondertussen naar het midden van het toneel gebeend, opving zijn gitaar van Charlie Hodges en nam zijn klassieke spreidstand aan om zijn eerste nummer te brengen. Wat er volgde waren Elvis' nieuwe arrangementen en omvatten bij de snelle elkaar tempo's van de zanger die de oude trillende drijfriemen en schudden hem woest door elkaar tot hij buiten adem was. Elvis ging tekeer, ramde zijn songs eruit en bracht grove en ruwe effecten voort die pasten bij alle gevoelens van het publiek. Toen hij die avond van het toneel liep, roemde de pers, de fans, de rockrecensenten en de muziekbonzen de voorstelling als een triomf. En zo werd het de volgende dag aan het gehele land gemeld. Elvis was terug. Vanaf het moment dat hij uit de coulissen tevoorschijn komt, schrijft publicist Nick Cohn, lijkt alle popmuziek die na hem kwam in het niet te verzinken. Lijkt als kaf te worden weggeblazen. En dat is precies wat er op dat eerste moment door je heen gaat. Met een schitterende gitaarsolo van James Burton op zijn Fender Telecaster, opgenomen op 23 augustus 1969 in Las Vegas. De avond nadat Elvis zijn optreden had beëindigd, ging hij naar Nancy Sinatra's openingsavond in dezelfde zaal, waar Mac Davis bij haar in de show de gast was. Na het afsluiten van zijn eerste optredens in augustus sloeg Elvis naar Los Angeles en vandaar ging hij naar Palm Springs om een week of drie uit te rusten. Aan het eind van het najaar was Suspicious Minds intussen tot aan de top in de verkooplijsten gestegen. Elvis kreeg hierdoor zijn eerste nummer 1 plaat in bijna 7 jaar sinds Good Luck Charm in 1962. Hij werd gevolgd door Don't Cry Daddy, die Mac Davis ruim jaren tevoren geschreven had en die Elvis in januari in Memphis had opgenomen. Deze bereikte de 6e plaats van de Billboard Top 100 en al werden er snel evenals Suspicious Minds ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Hey, mama, don't you treat me wrong. I'm a lover, daddy, all night long, all right. Hey, hey, tell me what I say. Tell me what I say. When you see me in misery, come home, baby, find me, all right. Hey, hey, tell me what I say.
volgende week in aflevering 19, februari 1970. Toen bekend werd dat Elvis in januari 70 zou terugkeren naar het International Hotel, zeiden sommigen dat dit te vroeg was en dat hij beter een jaar had kunnen wachten. Ze zeiden dat de wintervoorstelling alleen maar op een teneurstelling uit zou draaien. En na 5 maanden zijn teruggegaan en dan nog een in het slappe seizoen zou een vergissing zijn. Maar tegen midden januari, een week voor de opening, waren op 7 dagen na alle 29 dagen uitverkocht. Bijna 4000 plaatsen per avond. En volgende week ook de Aloha from Hawaii special. De satellietshow Aloha from Hawaii werd door kolonel Tom Parker en NBC aangekondigd aan het eind van Elvis' contract in Las Vegas in de herfst van 1972. Op het eerste gezicht leek het de meest indrukwekkende toepassing van moderne technologie in de showbusiness sinds de astronauten hun show weggaven op de maan. Elvis Presley zou op het toneel van een concertzaal in Honolulu opgenomen worden door 2 televisiecamera's die het programma via een rond de aarde cirkelende telecommunicatiesatelliet over de halve wereld zou uitzenden. Ten slotte besloot men op financiële gronden dat de live-uitzending op Japan gericht moest worden, dat 2 dagen later de show op banden opgenomen in Europa zou worden uitgezonden en dat een tweede heruitzending een paar maanden later in de Verenigde Staten zou plaatsvinden. Artist of the Century is een programma van Willy Brown Producties. Productie en techniek Willy Brown. Presentatie Dieudonné Dubois. Graag tot volgende week. Of a better land, where all my brothers walk hand in hand. Tell me why. Oh why? Oh why can't my dream come true? Oh why? Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul. Answers gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh please let my dream. Uit de streek. Met muziek en informatie. De mooiste gouden. En de hits. Voor de grote mensen. En de kids. In stereo. Stereo. Radio Spijkenissen.